Dagelijkse woorden van God. De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een witte wolk, terwijl hij in levende lijven afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie hij al duizenden jaren is gescheiden. En de mens hoopt dat hij het verlossingswerk dat hij onder de Joden heeft gedaan opnieuw zal verrichten, medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde. De mens verlangt ernaar dat Jezus de Redder hetzelfde is als vroeger. Een Redder die beminnelijk, amabel en eerbiedwaardig is, die nooit vertoornd is tegenover de mens en de mens nooit iets verwijt. De Redder vergeeft alle zonden van de mens, neemt alle zonden van de mens op zich en sterft zelfs nog een keer aan het kruis voor de mens. Sinds het afscheid van Jezus hebben zijn volgelingen en al de heiligen die zijn gered in zijn naam wanhopig naar hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het tijdperk van genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt en onder de mensen verschijnt. Dit is natuurlijk ook de collectieve wens van al degenen die de naam van Jezus de Redder vandaag de dag aanvaarden. Iedereen in het heelal die weet van de verlossing door Jezus de Redder heeft wanhopig verlangd naar de plotselinge verschijning van Jezus Christus, zodat deze woorden van Jezus, wanneer hij op aarde is, in vervulling kunnen gaan. Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan. De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk en zijn plaats innam aan de rechterhand van de Allerhoogste. En de mens stelt zich voor dat Jezus weer op een witte wolk zal afdalen onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar hem hebben verlangd en dat hij de gestalte zal hebben en de kleding zal dragen van de Joden. Nadat hij onder de mensen is verschenen, zal hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen en hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levend en echt, enzovoorts. Toch is dit niet wat Jezus de Redder heeft gedaan. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich heeft voorgesteld. Hij is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar zijn terugkeer hebben verlangd en hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent hem niet en weet niet van zijn komst. De mens kijkt slechts te vergeefs naar hem uit, niet vermoedend dat hij al op een witte wolk is afgedaald. En hij is nu onder een groep mensen die hij in de laatste dagen tot overwinnaar zal maken. De mens beseft dit niet. De heilige Redder Jezus is vol genegenheid en liefde tegenover de mens. Maar hoe kon hij dan in de tempels vol vuil en onreine geesten werken? De mens heeft uitgekeken naar zijn komst, maar hoe kon hij verschijnen onder degenen die het vlees van de onrechtvaardigen eten, het bloed van de onrechtvaardigen drinken, de kleren van de onrechtvaardigen dragen, die in hem geloven, maar hem niet kennen en hem constant afpersen? De mens weet alleen dat Jezus de Redder vol liefde en medeleven is en het zondoffer voor onze verlossing. Maar de mens heeft er geen idee van dat hij ook God zelf is, die vol rechtvaardigheid, majesteit en toorn is en die het oordeel,
het gezag en de waardigheid vertegenwoordigt. Dus al verlangt en hunkert de mens ontzettend naar de terugkeer van de Verlosser, en al wordt zelfs de hemel bewogen door de gebeden van de mens, Jezus de Redder verschijnt niet aan degenen die in hem geloven, maar hem niet kennen.